staan hier nu in Nijmegen, een grote straat. En, zoals jullie weten is de aarde flink aan het opwarmen. En daarom willen wij deze straat, zoals jullie hier ziet, willen wij hem in de zomer flink wat verkoeling aanbrengen. Om deze stad te verkoelen willen we hier een mooie rij platanen neerzetten die in de zomer voor schaduw zorgen. Met daar langs de gevels mooie plantenbakken en aan de overkant grote zuilpopulieren die de straat een mooie vorm geven. Kijk, je mag van mij rustig hier een groenstrook neerzetten. Ik heb daar niet zoveel problemen mee. Maar je moet natuurlijk wel aan een aantal consequenties denken. Ja. De mensen die daar komen, hoe is het gedrag van het winkelend publiek? Willen ze dat wel? Is het geen obstakel? Er zijn tientallen dingen waar je rekening mee moet houden om dit te kunnen realiseren. Ja, en uw mening is? Van mij wel. Dat het groen in de straat altijd mooi is. Hè? Ja. Kijk, als de bomen niet op het geheel kijken, hier heb je kleine bomen staan. Dat vind ik wel aardig gewoon. Dat wil even niet op een pand neerzetten. Maar of men dat mooi vindt, ik persoonlijk wel. Okay. Dat is niet doorslaggevend voor het geheel, denk ik. Maar dus, nee. Mijn persoonlijke mening is veel groen. Dat mag dus mooi. Ja. Oké. Okay. Ja. Er zijn natuurlijk ook nadelen. De winkels zouden daar last van kunnen hebben. De voorbijgangers kunnen het lastiger vinden omdat de straat voller wordt. En het is natuurlijk ook gevaarlijk omdat de bussen er langs komen. Natuurlijk zijn er ook voordelen. Het wordt koeler in de stad, het wordt mooier. En omdat het mooier wordt in de stad, komen er meer mensen naartoe om te winkelen.